Madam, would you live with me if I own the mill? For you I will. Miller, that's when I'm gonna be. I saw it standing on the countryside, not very near, but I think I can bring it here. I'll buy this mill this very night. Madam, would you marry me? With you I think, and I never would need a dream. I pour it all into the sea. Whiskey makes me float around. I feel like a fish, this fish is sailing wings. I stand firmly upon the ground. Welkom hier. Het is vandaag een mooie dag voor iedereen die van deze poldermolen De Bix houdt. Want ik heb gisteren even in het woordenboek gezocht, een molen is een man. Door de eeuwen heen, of door de jaren heen, is er al heel veel aan deze molen gesleuteld. Zo werden zijn roeden rond 1928 verdekkerd. Je moet maar aan de molenaar straks vragen wat dat precies betekent, maar het is iets heel bijzonders. In 1969 werd hij uitwendig hersteld, toen was hij zo nader aan toe. En vanaf dat moment kon hij gelukkig als monument behouden worden. In 1978 en 1979 zijn de grondige restauratiewerkzaamheden gepleegd, speciaal aan het werkend deel van de molen. Daar zijn wij blij mee. Want een monument blijft op zijn mooist als het kan functioneren. Bestuurder van het waterschap, raadsleden van Haarden, alle aanwezigen. Ik vind het een eer en een genoegen om zo'n hele mooie molen, waar ik stiekem een aantal dagen geleden al mee bezig kijken, waar ik nooit heel dichtbij ben geweest, maar waar ik toch even mee bezig kijk om te kijken van hoe mooi die is, dat ik die mag heropenen. En dat is de tweede of derde keer in successie dat gebeurt. Ik sluit aan bij de woorden van Janneke Harmsma van laten we ook gewoon naar dat onderhoud gaan kijken, zodat we die molen ook in staat houden. Want dan hoeven we dat niet meer te doen. En er is heel veel gebeurd in de afgelopen 7 jaar dat jullie als molenstichting vorige mee bezig zijn geweest. Het is een hele bijzondere plek, want ik moet zeggen, ik ken niet een plek zo dicht bij Groningen die zo afgelegen is, dat je zo'n lange weg moet rijden. Je komt hier gewoon nooit langs. Met de boot misschien wel, dat is wat anders. Maar het is een hele afgelegen plek. Het is natuurlijk ook een hele mooie plek omdat deze molen er staat. Het is een monument. Een schitterend monument. We hebben laatst de Wessel Gansvoortprijs, culturele prijs van de provincie Groningen uitgereikt aan Henk Scholten. En Henk Scholten zegt van als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naartoe gaat. Ik ben dus van plan om verreweg hier het langst te zitten. Dat zal niet zo makkelijk zijn. Want als je taaie voorgangers hebt, dan moet je lang doorpompen. En dat blijkt ook wel. De eerste molenaar zat hier in 1857 tot 1896. 39 jaar, dat was dus een Berend. De tweede was weer een Berend. 96 tot 13, 17 jaar.
die was vlot. Toen 1913 tot 1946, de heer Beukema. Dat was dus 33 jaar, die begon al aardig weer in de richting te komen. Toen Klaas Meijer, mijn voorganger, van 46 tot 74, dat was dus 28 jaar. Ik zit hier vanaf 74 tot nu 2002. Ik hoop hier nog heel lang te mogen zitten en te kunnen zitten. Ik zit dus in mijn 29ste jaar op het ogenblik. Die 11 jaar die pakken we er hopelijk. Mijn leven en gezondheid pakken we erbij. Even met hout afkloppen. En iedereen zegt altijd, en dat zegt de gedeputeerde ook, wat woont u hier rustig en het is hier afgelegen. Nou, als je op de topische grafische kaart krijgt, straks in een borrel bij ons in de hal. Het is maar 7,5 kilometer tot de hartlijn van de Martini-toren. En over de weg maar 13 kilometer. En die verhalen die ik altijd krijg van wat woont u hier eens aan, die hoor ik heel vaak 15 keer per dag. Want hier gebeurt altijd erg veel. Nu worden er weer twee inlaten gemaakt voor, om de overstroming in de toekomst de baas te zijn. Dan worden er weer dijken gelegd. Dan zijn de molenbouwers weer lastig en zijn ze hier maanden te koffie drinken en lawaai maken. Dan komt er een aannemer voor grond- en waterwerken om de dijk te veroveren. Het is hier erg druk. Nu ben ik de hele week weg geweest en dan denk ik zaterdagmorgen een krantje lezen, kopje koffie. Nou staan er 53 man. Al moet ik zeggen dat ik het heel fijn vind dat u gekomen bent. Daarvoor hartelijke dank. Want als je jarenlang bezig bent om zeg maar een verwaarloosde molen op te knappen, dan is het hartstikke mooi dat je op het punt komt dat hij weer kan draaien. Ja? Uiteraard moeten dan de puntjes op iets gezet worden, dat is met wetenschappelijken altijd. We zijn nooit tevreden met machines, er zit altijd een vogel om het nog beter te doen. Maar het feit blijft dat hij nu weer gereed is. Ik ben ook de rijkste molenaar. Ik zal niet zeggen in geld, maar wel in comfort. De vorige molenaars hadden geen drinkwater. Hadden vaak geen elektriciteit, geen gas, geen riolering, niks. Allemaal in deze laatste periode, met het relatief zeer grote waterschap, zijn er een hoop dingen voor elkaar gekomen. Want als je een windmolen hebt en indirect via molenstichting heb je nog een groot waterschap die ook heel positief is, dan kun je meer versieren dan als je gewoon maar een molenstichtertje bent en langs de deuren moet gaan. Dus daarvoor bestuur van het waterschap voor zover aanwezig. Mijn hartelijke dank. Om het verhaal kort te houden, want dat moet ik ook. Altijd is er ellende geweest met de molens. Altijd is er ellende geweest met de waterstand. Het rookt van de wind, minstens 8, 9. En het regent like hell. Er valt heel veel water. Dan is het drukverschil weg. Hoge druk, lage druk, die wel bekend. Kijkt u maar in het kanaal of het weerbericht. En dan is het doodstil en dan staat er een plomp water in de polder. Dat is altijd een probleem. Dus vroeger sliep hier iemand op zolder, dat was de nachtmulder. Dat hebben de iets ouderen onder jullie, iets ouder zeg ik ook, misschien nog meegemaakt vlak na de Tweede Wereldoorlog, voordat in 1958 het elektrisch kwam. Dag en nacht, als de wind was, moest hij draaien. Al gauw werd het vervelend, dus in 1910 is het stoomgemaal ingekomen. Ook na 19 jaar, toen was de ketelapparaat, dat ging met van die vette kolen, dat duurde niet lang. Toen de ruwe oliemotor in 1927. Met deze hele fabriek en allemaal lange assen naar de machinekamer. En toen in 1958 de doodklap voor molens, elektriciteit. De doodklap voor molens. En dan gaat het heel snel achteruit, want elektrisch was heel goedkoop s'nachts. 1 cent per kilowattuur in het weekend. En dan gaat het dus hard achteruit. Dus daarom hebben wij in 1974 gelijk besloten molen proberen te repareren, anders is die weg. Dan kun je hem in de kachel stoppen. Dat is in 1978 gelukt. Dat is toen ook gebeurd in hetzelfde jaar met de Krimstermolen in Zuidwolde en met de Haren de Korenmolen. Een paar jaar geleden waren ze alle drie stok voor rot, zeg maar, gerust. De Krimstermolen stond op instorten. De Haren de molen die valt bijna door het winkeltje heen als u kritisch kijkt. En deze molen moesten we onttakelen omdat ik anders de stukken in mijn huis kreeg. En nu is de Krimstermolen weer keurig en deze ook. Groot verschil, de materialen zijn nu veel beter. Het hout wat aan de molen zit is vele malen duurzamer. Al het ijzerwerk is van roestvrij staal. En ik moet zeggen dat we met elkaar hier de boel nu aardig op de rit hebben. We proberen dat ook in stand te houden, dat is ook de bedoeling. Ik moet nog minstens 10 jaar om het record te vestigen, dus ik blijf er wel een beetje bezig hier. Maar dat blijft dus de zorg. Je bent hier altijd van harte welkom. Alleen graag even bellen. Ik ben af en toe even een beetje ver weg.
Als ik thuis ben, dan wil ik altijd draaien met de molen, als u dat van tevoren even aankondigt. Het probleem is de wind. Er moet wel wind zijn, anders lukt het niet. Ik ben dus heel blij dat er vanmorgen een proef wind staat. Ik heb natuurlijk stiekem even gedraaid. En gisteravond ook nog even nog wat dingetjes bijstellen. Maar wind is belangrijk. Regen hoort erbij, dat is geen probleem. Dan trek ik het pak aan en dan kunt u het. Ik wil u hartelijk danken voor de belangstelling in de molen. De gedeputeerde Hans, heel erg bedanken. Hans, ik heb jou al vaker meegemaakt op excursie naar molens. En je bent niet zo heel erg gedeputeerd, maar ik zie jou niet molens bij elke molen die je doet groeien. En dat doet enorm leuk. Ik hoop dat jij nog geen gedeputeerde mag zijn, want dat goed met de molen zeggen. Heel erg gedaan, mevrouw Kruijker. Mevrouw Kruijker, komt hier ook even. Ja, maar niet over het hek. Maar toen je vaak moet uithalen. Uw liefde van molens hoeft niet meer te groeien, want die is elke dag geweest. Elke keer als ik hier kom, dan ben ik gewoon weer onder de indruk. Van de inzet en van de betrokkenheid en van de liefde en eigenlijk ook niet eens alleen van u, maar ook nog van de kinderen, die dragen dan het over. Ja, en dat is eigenlijk heel knap, ik vind het een beetje knap voor je, want vaak dingen die de ouders heel graag vinden dat de kinderen ook leuk vinden, die vinden de kinderen afschuwelijk en die gaan iets anders doen. Maar u hebt het zo beter gekregen dat u behalve een maat van de molen en een veel zorg van de molen ook nog. Dat moet ook wel een beetje hoor. Voor elkaar, dan moet je niet alles vertellen. Ik wil u daarvoor heel erg bedanken. Ook niet voor de spontane manier waarop wij hier vanochtend ontvangen worden. Want we hadden dat allemaal heel anders gepland. Maar de gastvrijheid is zo groot dat we thuis zitten. Nou, die komt binnen, we doen het binnen en we hadden het allemaal buiten. Ik wil u daar heel hartelijk bedanken. Ik heb voor twee dingen. Nou, is het meeste dat ik een vrouw die bloemen krijg. She looked aside as she smiled at me. Males cannot fly. I never seen fishes cry. The things you say I don't.